omgeving van het altijd met groen en fauna omgevende Pernis werd de eerste Rijnmond Lingerie Party gehouden. Nederlandse huisvrouwen die waren goedgekeurd door het platteland werden geïnviteerd door één gastvrouw om kennis te maken met de wereld die lingerie was geheten. Ook vakvrouw en brommerbezitster Annie de Rooij was van de partij op deze lingerieparty. Door brommerpech was ze enigszins verlaat. Maar door het demonteren van haar voice recorder kon ze achteraf beluisteren wat de reden was van haar brommerpech. Ook zij had er zin in en ze spoedde zich snel op binnen voor het eerste geurende kopje koffie, een snelle hand en natuurlijk enthousiasme en interesse in de lingerie. In het begin was het gezelschap gespannen en keken ogen elkaar nieuwsgierig en gespannen aan. Maar na het eten van het eerste gebakje had men geen aandacht meer voor elkaar, had men geen aandacht voor de lijn en voor de zegwijze, elk mondje gaat door zijn pontje. Nee, er werd genoten van het gebakje. En weldra deden ze alsof ze elkaar al jaren kenden. Ook na het tweede kopje koffie was het ijs snel gebroken en weldra werd gepraat over de ditjes en datjes die de Nederlandse huisvrouw zo bezighoudt. Zenuwachtig en gespannen werd gewacht op de komst van de dame die haar de wereld zou laten kennismaken die lingerie was geheten. En toen ze verscheen, werd ze onthaald op een warm applaus die alleen maar gegeven kan worden door de Hollandse vrouw. Lingerie wordt de laatste jaren gezien als de omhulsel van een heerlijke kersenbonbon en de dames genoten alsof het een lieve lust was. En na het verorben van een eerste glaasje advocaat met slagroom was de spanning zo gebroken dat er intiemste delen bloot werden gegeven over zuurstofdoorlatende vleugels en natuurlijk vochtvlies tijdens gymnastiek. Terwijl de demonstratrice haar lingerie toonde, gingen de ogen open van de dames, wiens verstand niet verder was gegaan dat een wollen onderbroek het enige is waarmee een man verwend kan worden. De advocaat ging van mond naar mond en genoten werd op deze heerlijke middag waarin lingerie een belangrijke rol speelde. Onverdroten ging de lingerie-expertise door en de dames genoten ervan. Zij dachten even niet aan hun mannen. Die werkten in scheepsloodsen, die werkten als melkboer of die lagen te rusten in hun graftomben. En na de pittige demonstratie werd het nu tijd voor de vrouwen om in aanraking te komen met de lingerie. En al snel konden ze hun vermakelijkheid niet onder stoelen of banken steken. En maakten ze kennis met de lingerie en de flexibiliteit van het slipje. Met verwondering keken de dames toe dat dit ook onder de tuinbroek of de lederhoos gedragen kon worden. En al snel werd tot aankoop overgegaan. Er werd gekeken, er werd gesnuft en gesnoept en geschutst. Er werd getutst en gemutst. De dames keken elkaar aan. Voor iedereen was er dan een passend kledij bij. Zoals deze witte slip, die een geweldige inbreng heeft en fantastisch flexibel om de handen wordt gedragen. De broekjes en BH's konden de toets der goedkeuring wegdragen. En al ras werden de eerste lingerie aanbeenster aan elkaar geshowt. Zonder schaamte en met het idee dat ze een man eens zouden verrassen, al waren ze een pin-up girl. Aan alles hing een prijskaartje. En zoals gewoonlijk werd de middag weer afgesloten met een lingerie stoelendans en mochten de dames genieten van een geweldige aanbieding. De lingerie paste alsof het een tweede huid was en al giechelend en lachelend vervolgde ze een dag. Er werd gelachen en ook al kwam het einde in zicht van de middag. De dames hadden de smaak te pakken en ook al zouden hun mannen weldra wachten voor hun prak. De dames konden alleen maar denken aan de woorden van Martin Luther King die ooit zei I have a dream and good underwear. Bij het vallen van de avond luidt het spreekwoord, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. En vol advocaten lingerie togen de vrouwen huiswaarts om een aanbid te showen aan iedere man die het maar zien zou willen. Om ieder lichaam valt iets moois te maken, met de goede lingerie wordt uitgekozen. En terwijl de carrosserie werd aangezwengeld, wordt ieder lichaam verpakt als cadeautje en kan iedere vrouw zelf zich uitgekozen.